finalisten al volop staan te popelen om zich aan u voor te stellen. Een warm applaus voor Davy, Jorben, Bart en Olivier! Goedenavond, ik ben Davy, 36 jaar en woonachtig in het mooie Limburgse Kortestem. Ik studeer de richting ervaringsdeskundige in de verslavingszorg. Een zware alcoholverslaving overheerste 10 jaar lang mijn leven. Door de vooroordelen die onze maatschappij kent, moest ik tijdens mijn herstel een grote drempelvrees overwinnen, net als bij mijn coming out. Tijdens mijn campagne wil ik een ambassadeur zijn om deze taboes rond verslaving en geaardheid te doorbreken. Samen strijden voor een wereld zonder vooroordelen. Want wat er in het verleden is verdwenen, het beste moet nog altijd komen. Goedenavond iedereen, mijn naam is Joven, 18 jaar en afkomstig uit Gent. Momenteel zit ik in mijn 7e jaar thuis in bejaardenzorg. Mijn grootste passie is korfbal. Al speel ik in mijn ouding niet op hoog niveau. Met mijn deelname wil ik aantonen dat sporten op elk niveau voor iedereen is. Want scoor ik nu als hetero of gay en laat ik mijn sport allerlei. Goedenavond, Elderlee. Mijn naam is Bart, ik ben 32 jaar en afkomstig uit het Oost-Vlaamse Locristie. Ik werk binnen een woonzorgcentrum waar oudere mensen wel kunnen genieten van een oude dag. Helaas zijn er uitzonderingen, meer bepaald bij oudere holibies en transgenders. Zij moeten vaak noodgedwongen opnieuw in de kast. Dit uit vrees om uitgesloten te worden door andere bewoners of om minder goede zorgen te krijgen van medewerkers. Met als gevolg dat zij zo hun oude dagen in eenzaamheid moeten doorbrengen. De afgelopen maanden heb ik geprobeerd om dit thema meer bespreekbaar te maken, excuseer, en de confrontatie aan te gaan tijdens mijn promotour langs geen onze Vlaamse woonzorgcentra. Want laat ons eerlijk zijn, de oudere generatie zijn de pioniers die de grenzen openden voor de huidige generatie. Net daarom vind ik het heel belangrijk dat ook zij gehoord en ondersteund worden. En laat ons zeker niet vergeten, rimpel minder of meer, gelijkheid wint telkens weer. Hey, mijn naam is Olivier, 24 jaar. Ik ben afkomstig uit het Vlaamse Avaanse Berg. Ik werk als uitzendconsulent bij Randstad. Dagelijks kom ik in contact met verschillende geloven, culturen en geaardheden. Hierbij maak ik nooit een onderscheid. Ik beoordeel altijd op de kwaliteiten. Jammer genoeg zien we de dag van vandaag dat dit nog niet overal het geval is. Hier wil ik mij nog een hart voor inzetten. No matter our job, no matter our dream, we all deserve to be a part of the team.